Dit is Podcast Nieuws. Je hebt het Sjors al 31 keer horen zeggen aan het begin van de afleveringen van Podcast Nieuws. Vanaf nu zul je wat anders horen. Podcast Nieuws is namelijk podcaststrategie geworden. Het jasje van Podcast Nieuws paste me nog steeds best goed, maar het zat niet echt als een maatpak, zeg maar. Er is namelijk heel veel verschillend podcastnieuws en als je de afgelopen 31 afleveringen eens goed bekijkt of beluistert, dan zie je dat ik meer neig naar een bepaald soort nieuws, namelijk strategisch nieuws. Althans, dat was onze conclusie toen we inderdaad eens gingen terugkijken op wat we hebben neergezet. En Sjors was degene die de olifant in de kamer benoemde, dat is iets waar hij heel goed in is. En zelfs zijn reactie op onze podcast deed een duit in het zakje. Waarvoor dank, Daan. We veranderen de naam dus van podcastnieuws naar podcaststrategie. Als luisteraar zul je in principe niet zo vreselijk veel verschil merken, behalve dat ik nu mezelf toestemming geef om niet tussen aanhalingstekens al het podcastnieuws te hoeven behandelen. En dat deed ik al niet, want mergers en acquisitions waren al niet zo mijn ding. Maar je zult merken dat de focus nu volledig ligt op podcaststrategie. En wat jij kunt gebruiken om jouw podcast of die van je klant te verbeteren of te laten groeien. En ja, de doelgroep van podcaststrategie flipt. Eerst was de primaire doelgroep podcastprofessionals en secundair de podcaster. Nu wordt dat primair de podcaster en zelfs wat meer genicht, namelijk de zakelijke podcaster. Dus, vertel al je zakelijk podcastende vrienden dat deze podcast nu nog waardevoller is en het half uur per twee weken zeker de tijd waard. En dankjewel voor het luisteren tot zover. We hopen dat we je met deze nieuwe richting nog meer kunnen helpen je podcast tot een groot succes te maken, wat jouw definitie van succes ook is.